VVV speelde vorig seizoen nog in de Eredivisie, nu op bezoek bij Jong FC Utrecht. Dat hier meteen in de aanval is met Rijks. Die legt de bal af en het eerste schot is daar van Oussama Alou. Bij VVV natuurlijk Nick Venema en ook Ryan El Azrak, die allebei worden gehuurd van FC Utrecht. Hier is El Azrak. En daar is het schot van afstand. Maar die bal kan gepakt worden door doelman Tijmen Nijhuis. VVV, vorig seizoen nog in de Eredivisie, won dit seizoen tot nu toe nog geen één keer van een belofteploeg. En heeft het ook nu lastig, want daar is de volgende kans voor Alou. Het begin is goed voor de ploeg van Daraya Kalasic. Jong Utrecht dat trouwens ook 3 van de laatste 5 wedstrijden won. Vorige week nog knap met 3-1 uit bij Telstar. En ook nu is het in de openingsfase de betere ploeg. Hier is Sanchez Fernandez. En de redding die noodzakelijk is van doelman Lucas Sima. Sima, de Tsjech, was lang basiskeeper. Hij heeft nu in deze laatste wedstrijd van het seizoen weer een plekje onder de lat gekregen van Los Luokai. VVV dan. Bal half weggewerkt. Daar is El Azrak. Daar is de redding, maar daar is de rebound. En die is voor Nicky Venema. Wie anders dan Venema scoort. De voorzet is goed. Dan wordt daar natuurlijk slecht uitverdedigd door Van de Hoek. Dan schiet El Azrak. En is de rebound natuurlijk voor Nicky Venema. Venema die voor de winterstop 8 keer scoorde voor Jong Utrecht. Onder andere 2 keer in Venlo tegen VVV. En nu is een 7e maakt na de winterstop voor VVV tegen Jong FC Utrecht. Maar heel lang kan hij daar niet van genieten. Want hier is de gelijkmaker. En dat is een prima goal van Mees Rijks. Aanval uit het boekje. Malai met de lage voorzet. En Rijks legt die bal achter Lucas Sima. En dan is het 1-1. VVV mist veel spelers achterin. Veel verdedigers zijn er niet bij. En daar lijkt Jong Utrecht van te profiteren. Want hier is de volgende aanval. Met Malai kan de bal worden weggewerkt. Daar Jos Luokai. Die weet dat volgend seizoen Willem Jansen de nieuwe technisch directeur wordt in Venlo. Opnieuw Jong Utrecht. Het schot is van ver. De redding betekent dat de bal niet klemvast is. En bijna de voorsprong voor Jong FC Utrecht. Ook de jeugdspelers van VVV mee op bezoek bij deze uitwedstrijd. En die zien een hele aantrekkelijke eerste helft. Venema, bal opgepikt. Boer kopt door en dan is daar de kans op de 2-1. En die telt ook. Hij kijkt nog even naar de grensrechter, Mitchell van Rooyen. Maar het is geen buitenspel. En zo scoort Mitchell van Rooyen, ook een oudspeler van Jong FC Utrecht, tegen Jong FC Utrecht. De aanname met de borst. En dan legt hij de bal keurig achter Tijmen Nijhuis. En leidt VVV in Utrecht met 2-1. En dat is ook de ruststand. Ook na de rust bleef het aantrekkelijk. Onder andere door dit soort rasvoetballers zoals Mohamed Malai. Malai. Oh, wat een goal zeg. Wat legt hij die bal met links lekker binnen. Krult er naar binnen toe. En zijn 5e van het seizoen betekent 2-2. Utrecht heeft dit seizoen vooral na rust gescoord. 2 keer zoveel als voor rust. Wat dat betreft niet zo'n verrassing dus. En hier is Eersteling met de volgende kans. Nou ja, hij legt hem af. En daar is Malai. Nu vanaf de linkerflank. En die schiet tegen de lat. Krijgt er wat ruimte van Kluskens. Maar het blijft 2-2. Hier is VVV dan weer. Simon Jansen met de voorzet. En wat een doelpunt zeg van Sven Braken. Dit is een echte spitse goal, zeg. Jansen met de voorzet en Braken in 1 keer met links. In de kruising en wat een heerlijke treffer voor VVV. Nummertje 11 van het seizoen. En VVV dus weer op voorsprong. 3-2. Komt er dan nog een antwoord van de thuisploeg? Sanchez Fernandez. Nou, dit is te makkelijk. De bal in de handen van Lucas Sima. En Jos Luokai kan dan eindelijk een keer gaan hopen op een overwinning, de eerste dit seizoen, tegen een jong ploeg. El Azrak nog een keer. El Azrak krijgt die bal voor. Nou, daar is de kans, maar dit is wel slordig van Sven Braken. De makkelijke kansen laat hij liggen, maar die hele mooie 3-2, die scoorde hij wel. VVV wint dus de laatste wedstrijd van het seizoen, uit bij Jong FC Utrecht met 3-2.